Ik moet zeggen, net voordat ik begon met filmen, sloeg ik mezelf in mijn gezicht met mijn statief onder mijn oog. Dus mocht ik een blauw oog krijgen tijdens deze video, dan weet je wat er is gebeurd. Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag met een Colourpop shoplog. Yay! Ik heb al volgens mij twee keer een Colourpop shoplog gedaan op mijn YouTube kanaal. En vandaag ben ik er weer met een grote shoplog. Colourpop is een buitenlandse website en normaal gesproken is het dus zo, als je meer bestelt, dat je invoerkosten moet betalen. Maar ik weet niet waarom, ik ben er tussendoor geglipt. Ik heb geen invoerkosten hoeven betalen, waar ik echt ontzettend blij mee ben. Want ik heb volgens mij ter waarde van sowieso 60, misschien 70 euro besteld op Colourpop. En normaal gesproken moet ik dan nog 25 euro sowieso betalen aan invoerkosten. Maar die kreeg ik niet. Helemaal goed. Colourpop is volgens mij een Amerikaans make-up merk. Het is heel erg budget. En echt waar mijn favoriete make-up merk van de afgelopen tijd. In elk geval sinds de eerste bestelling die ik heb geplaatst. Het is gewoon heel erg betaalbaar en de kwaliteit is zo ontzettend goed. Het is niet gesponsord. Ik koop het iedere keer met mijn eigen geld. Het pigment is geweldig. Gewoon alles eraan. Op dit moment mijn favoriete palet is van Colourpop. Mijn favoriete lippenstift is van Colourpop. Dus ja. Ik heb trouwens vandaag ook mijn make-up look gemaakt. Met heel veel van de nieuwe items die jullie zo voorbij zien komen. Voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral eventjes. Dat hier zo beneden is. Maar één op de knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En laten we nu echt beginnen. Laten we maar beginnen met de paletjes die ik heb gekocht. Jullie krijgen er ook eens close-ups te zien. Die zal ik straks eventjes na de video maken. Maar jullie krijgen het al meteen te zien. Technologie. Als eerste kon ik dit palet echt niet laten. Ik moet zeggen, ik vind de verpakking echt prachtig. Ik heb echt zin om er zo foto's van te gaan maken voor mijn Instagram. Maar dit is het In Nude Endo palet. Als woordspeling op innuendo. En als eerste moet ik zeggen dat ik de vormgeving van dit palet echt prachtig vind. Het is een hele mooie pastelroze kleur met goud reflecterende stipjes erop. Altijd bij Colourpop op de achterkant kan je zien hoe de kleuren heten. Soms verkopen ze ook nog los. Sommige kleuren doen ze alleen in paletjes. Maar stel je vindt één kleur helemaal geweldig in een palet en hij is op. Kan je hem ook nog los bestellen zonder dat je weer een hele palet hoeft te kopen. Maar dit palet, dames en heren, hij is zo mooi. Ik heb zoveel zin om deze te gaan gebruiken. Ik moet zeggen, deze heb ik nu niet op mijn gezicht. Helaas. Maar dit zijn 6 highlighter kleuren. Ik moet zeggen, de laatste is een beetje donker voor mij. Maar af en toe doe ik een beetje klein beetje visagie voor mensen. Of een beetje make-up. En binnenkort voor mijn zus trouwerij ga ik ook make-up doen. Dus het, voor mij is het niet erg. Ik denk dat ik waarschijnlijk de bovenste 3 kleuren het meest gebruik. Glad You Came ziet er echt uit als een meikleurtje. De allerlichtste die erin zit. Ja, gewoon prachtig. Ik zag het op de website. Ik zag de swatches. En het pigment is ook echt inderdaad echt insane. Het pigment van de oogschaduw. Gewoon überhaupt alle poeders die ze doen is echt belachelijk. Dus ja, heel erg blij mee. Voor het geval je het nog niet door hebt. Ik denk de afgelopen 2 jaar ben ik echt gewoon obsessed geraakt met highlighters. Ik denk heel de wereld in de laatste paar jaar. Dus zo'n heel palet vol waarmee ik kan spelen maakt mij heel erg blij. Zoals ik al zei, al deze paletjes zijn ontzettend budget. Ik zal alle items die ik zelf heb gekocht hieronder linken en de website mocht je geïnteresseerd zijn. Dan een paletje die ik al heel erg vaak in mijn mandje had gehad en nu eindelijk heb gekocht. En dit is het Yes Please paletje. En daarmee heb ik de ooglook gemaakt die ik vandaag op mijn oogballen heb. Nou ja, niet mijn oogballen, maar ik snap wat ik bedoel erboven. Namelijk sinds dat ik de vorige keer dat My Little Pony palet had gekocht, werd ik echt verliefd op de geeltinten rondom mijn ogen. Ik vind dat het echt heel erg goed werkt met mijn groene ogen. Dus vandaar heb ik nu het Yes Please palet gekocht. Op het palet zelf staat Cute AF. En ik moet zeggen, wat wel weer een beetje faint is, dit is weer zo'n palet die wit is. En ik heb er nou al een veeg op gemaakt daarnet, toen ik voor het eerst het gebruikte. Deze verpakkingen worden gewoon heel erg vies. En omdat het karton is, kun je het ook niet met een vochtig doekje afnemen, want dan verpers je het hele palet. Niet doen, geloof me. Dus dat is het enige wat ik een beetje jammer vind. Maar op de achterkant wederom staan alle namen. En ja, gewoon het palet, jongens. Het is zo mijn
mijn straatje. Er zit een rozige tint in. Rood, oranje. Echt een knalgeel kleur die ik vandaag ook op mijn ogen heb. Vind ik echt prachtig. En de goudtint die erin zit, jongens. Hij is zo glitterig. Echt waar. Het pigment is insane. Ik heb het met mijn vinger gedaan op mijn ooglid. En I'm in love. Dus ik denk dat dit mijn nieuwe alledaagse paletje gaat worden. Want ik vind hem echt heel erg mooi. Ook moet zeggen, is een heel goed formaat om mee op reis te gaan. Hij is echt niet groot. Dus ja, helemaal verliefd op. Ik heb meer eigenlijk er niet over te zeggen. Dit is een van hun bestsellers. En die verkopen ze volgens mij altijd. Dus ja, als je hem graag wilt, kun je hem vinden. Ze hebben ook een sale gedeelte waar dan oudere paletjes, zeg maar... Ja, ze zijn niet oud, ze zijn dan wel nieuw. Ze zijn nog gewoon goed. Maar die ze uit de collectie doen, zeg maar. Die kan je dan echt met dikke korting kopen. Dus dat is altijd heel erg leuk. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan met deze. En dit is Femme Rosa Her Face Palette. En deze ging er dus uit. Dus deze heb ik met aardig wat korting weten te scoren. Ik hoop dat die er nog is. Ik zal hem in elk geval hieronder proberen te linken. Als die er niet bij staat, dan betekent het dus dat hij helaas uitverkocht. Want toen ik hem kocht was er sale. Love de verpakking. Het zijn allemaal rozen. En ja, gewoon cute. Er zitten drie verschillende dingen in. En dat is wat mij heel erg aansprak. Er zit namelijk een gouden highlighter, een mooie oudroze blush en een contour kleur in. Ik dacht, dit is ideaal als je op vakantie gaat. Want het is ook nog eens een heel erg plat paletje. Dus als je op vakantie gaat, dan heb je gewoon je blush, je contour en je highlighter in één paletje. Lekker makkelijk, lekker compact om mee te nemen. Ik heb vandaag de blush en de contour gebruikt op mijn gezicht. Pas op met de contour. Hij is super gepigmenteerd. Dus ik heb hem echt heel langzaam dat hij bijna niet aanruikte. En daar heb ik het mee gedaan. Want ik ben gewoon heel erg bleek. Dus ik heb niet zoveel nodig. Maar het pigment is echt insane. De blush vind ik echt gorgeous. Echt precies in mijn straat. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik heb alleen de highlighter nog niet getest. Maar ik heb hem wel geswatcht. Ziet er super goed uit. Maar ik werd heel erg enthousiast over een andere highlighter die ik heb gekocht. Die jullie zo zullen zien. En die heb ik dan ook opgedaan vandaag. Maar ik denk dat dit paletje zeker meegaat op de twee vakanties waar ik op ga. Ja, ideaal zoals ik al zei. Alles gewoon op één plek. En het was nu ook nog eens in de sale. Dus wat wil je nog meer? Dan heb ik drie losse pigmentkleuren gekocht. Je kan oogschaduwen kun je in een klein paletje erbij kopen. Maar je kunt ze ook los kopen en dan een groot palet kopen. En die heb ik. Dus ik heb een mega palet waar ik al die kleurtjes van Colourpop in kan doen. Nou heb ik mijn favoriete kleur. En hij is heel erg saai. Maar ik heb hem al heel vaak opgenoemd. En dit is Full Zip. En dit is gewoon de kleur waar ik zo ontzettend snel doorheen ga. Ik heb al pen geraakt bij die laatste die ik heb gekocht van de bestelling. Het is gewoon de perfecte kleur. Zoals ik al zei, Full Zip, mocht je geïnteresseerd zijn. Dit is de perfecte kleur voor de basis van je oogschaduw. Zodat je oogschaduwkleuren lekker mooi blenden. Dus ik doe dit eerst gewoon helemaal aanbrengen. Onder mijn oog, op mijn ooglid, echt helemaal daarboven. Tot mijn wenkbrauwbot breng ik het aan. En vervolgens ga ik met de ooglook beginnen. En dat zorgt er dus voor dat die kleuren heel mooi blenden. Dus dit is eigenlijk mijn ultieme favoriete oogschaduw van hun. Want ik gebruik hem letterlijk elke dag. Dus ik heb er weer twee genomen. En volgens mij zijn deze $4 per stuk. Dus ze komt volgens mij op iets van 2,90 of 3 euro per kleurtje. Maar ze zijn het echt heel erg waard. En dan ook heb ik deze meegenomen en deze heet Two Birds. En dat is een hele mooie geel-gouden kleur. Zoals ik al zei, sinds dat vorige palet ben ik heel erg verliefd geraakt op geel-goud. En ik weet nog niet zeker als ik op vakantie ga dat ik echt een palet wil meenemen. Of drie kleurtjes in een klein paletje wat ik zelf kan samenstellen. Dus omdat ik zo dol ben op geel de laatste tijd, leek het me sowieso slim om zo'n kleur uit te kiezen. Dus dit is Two Birds. Dan heb ik nog een blush, contour en highlighter die zo verpakt eigenlijk niet komen, maar zo wel horen. De kleuren kwamen los, net zoals de oogschaduwen in zo'n kartonnetje. Maar bij deze had ik erbij besteld, volgens mij is dat echt maar een euro meer, dat je waar je het in kan doen krijgt, deze verpakking. Alleen ik dacht, oh ik klik ze er alvast in, dan kunnen jullie het goed zien. Maar je kan ze volgens mij niet meer er terug uithalen.
Wat super stom is, maar wat logisch is, zeg maar, wat het is voor bedoeld. Maar wat super stom was van mij, want onder deze dingen staat de kleur. Dus die kan ik niet meer zien. Dus ik zal ze wel in beeld brengen. En ik zal wel in mijn bestelling kijken welke kleuren het zijn. Mocht je er geïnteresseerd in zijn. Want ik kan het op dit moment niet meer zien. Dat was niet mijn slimste actie. Maar laten we beginnen met de highlighter waar ik al de hele tijd over heb. Dit is degene die ik op mijn gezicht heb op dit moment. En het is echt zo'n mooie highlighter. Het is echt deze prachtige wit crème-achtige parelmoer kleur. Ik denk wel dat dit een highlighter is die vooral perfect zal zijn voor de mensen met een hele lichte huid zoals mij. Ja, ik ben gewoon een spook. En een highlighter is bij mij heel erg mooi als die heel erg licht is. En dat werkt gewoon bij deze. Ik vind hem echt heel, heel erg tof. Ik werd al helemaal excited toen ik hem zag op de website. Ik heb hem meteen in mijn mandje gedaan. En dit was een van de make-up producten waar ik gewoon heel erg naar uitkeek. Ik ben trouwens ook heel erg blij met de verpakking. Want ik had nog in één keer zo'n soort verpakking gehad. Je krijgt er echt een grote spiegel bij. En er zit nog trouwens zo'n dingetje overheen. Die je één keer heel satisfying zo eraf kan halen. Maar je krijgt dus ook best wel een grote spiegel erbij in. Dus super chill. Heel erg mooi. Dit is een van mijn favoriete dingen die ik heb besteld. Nou moet ik trouwens sowieso zeggen dat ik met alles blij ben wat ik heb besteld. Heb ik trouwens al een blauw oog? Zie je iets? Ik ben echt bang, want dit klinkt heel stom. Misschien denken jullie echt van, oh mijn god Noël, je overdrijft. Maar ik word zo snel blauw, echt waar. Ik vraag maar aan mijn vriend Thijs, als ik één keer mijn elleboog of zo ergens tegenaan stoot, meteen is alles blauw. Ik word echt, ja, blauwe plekken krijg ik ontzettend snel. Dus ik sloeg echt heel erg hard mijn statief zo onder mijn oog. En mij kennende, sowieso morgen zal het wel te zien zijn. Jammer genoeg, wat niet heel erg fijn is. Maar dan als tweede van deze heb ik een contourkleur gekozen. En wederom gorgeous. Hij lijkt heel erg, moet ik zeggen, op de contourkleur in het Her palet die ik net liet zien. Met de contour, blush en highlight. Daar lijkt de kleur heel erg op. Ja, heel erg mooi. Wederom, wees er voorzichtig mee. Vooral als je zo bleek bent als mij. Of gewoon, ja, de pigment is gewoon insane. Dus niet, ja, ik heb heel snel de neiging om best wel te gaan. Want de normale contourkleur die ik heb, die is van Essence. En de pigment is goed. Maar ik moet wel echt mijn kwast doorheen halen. Bij deze is dat niet nodig. Wat natuurlijk aan de ene kant ideaal is. Want dat betekent alleen maar dat je er super lang mee gaat doen. Want je hoeft echt maar poep. Klein tipje erin te duwen. En je hebt genoeg om lekker je hoofd te gaan contouren. Dus dat is die. Ik vind het echt super stom dat ik de namen niet kan voorlezen. Maar je ziet ze wel gewoon iedere keer in beeld zoals ik al zei. En dan ook heb ik deze blush. En ik vind hem echt, echt heel erg mooi. Dit is meer echt een hele naturelle blush. Waar ik de laatste tijd telkens meer van hou. Ik moet zeggen, ik had van I Heart Makeup had ik eerst een best wel bam felroze blush. Maar toen, een tijdje later, had ik een meer rustige blush gekocht. En ik ben er echt verliefd op. En ja, deze vind ik ook echt prachtig. Het ziet er gewoon heel natuurlijk uit als je dit draagt. En oh, ik heb gewoon zin dat het weer de volgende dag is. En dat ik weer met al deze dingen kan gaan spelen. Hebben jullie dat ook? Als je nieuwe make-up hebt. Dat je echt het liefst gewoon je make-up doet. Dan weer afhaalt. En dan weer opnieuw je make-up doet. Met andere items die je hebt. Of ben ik de enige die zo sneu is. Maar ik word er heel erg blij van. En als laatste heb ik twee lippy sticks gekozen. En ik moet zeggen, deze kwamen ooit toen een keer bij toeval. Er was toen zo'n actie dat je een paar gratis items bij je bestelling kreeg. En toen kreeg ik een keer een lippy stick van Colourpop er gratis bij. En toen raakte ik verliefd op de formule. Het was niet een kleur die ik elke dag zou dragen. Maar de formule is gewoon, ik heb nu een van de kleuren op. Het is echt heerlijk. Het brengt heel romig uit. Het droogt je lippen niet uit. En de laatste tijd heb ik heel erg last van droge lippen. Dus het is echt ideaal. Dus de laatste tijd zijn deze lippenstiften echt gewoon de lipstift die ik elke dag draag. Dus ik heb er weer twee uitgekozen. En ik moet zeggen, we beginnen met degene waar ik echt insanely verliefd op ben. Dit is namelijk Aquarius in Cream. En echt waar jongens, deze heb ik nu op. Maar oh my goodness, het is zo mooi. Dit is echt een nude tint. Er zit een beetje roze in, maar het is voornamelijk vrij bruin. En het is gewoon echt net mijn lipkleur, alleen net iets, net iets meer, zeg maar. Net iets donkerder. Net iets mooiere kleur. En het is daardoor heel natuurlijk. Kan daardoor bij eigenlijk elke make-up look die je wil maken. En het ziet er gewoon net even wat beter uit. En dit, ik voel het al echt aankomen. Dit wordt echt mijn alledaagse lippenstift.
die gaat straks gewoon meteen in mijn tas. En deze gaat elke dag op mijn lippen, dat weet ik nou al. Dus ja, hier ben ik heel erg verliefd op. En zoals ik al zei, pigment amazing. Het is heel creamy. Maar op een gegeven moment settelt het wel op je lippen. Dus het is niet dat je het gevoel hebt dat je een baby op je gezicht hebt. Dat je er niet, als je er tegenaan komt, dat er meteen een veeg zit. Dat niet. Maar het is echt niet uitdrogend. Dus ik kan het niet uitleggen. Maar I love it. Probeer het ooit eens. En dan ook heb ik de kleur Parker. En dit is ook weer een naturelle tint, zoals altijd. Maar dit is wel een wat... ja, het is meer een donkere nude tint. Ook heel erg mooi. Het lijkt een beetje op de kleur van mijn nagellak, zie ik nou. Maar ja, ik heb weer twee nieuwe nude lippenstiften. Aquarius is sowieso mijn favoriet. Maar ik wist ook dat Parker donkerder zou zijn. Alsnog, gorgeous, ook aan te raden. En dan zijn we bij de bodem van de doos aangekomen. Het was aardig wat. Ik weet niet of het overkomt. Misschien duurt deze video ook super lang trouwens. Maar ja, sowieso moet ik zeggen dat ik normaal gesproken... Jullie hebben wel laatst een Kruidvat shoplog, make-up shoplog gezien. Maar volgens mij is dat echt jaren geleden dat ik bij de Kruidvat echt make-up had gekocht. Zo, op die manier. Maar eerst kocht ik altijd superveel make-up. En tegenwoordig helemaal niet meer. Maar één keer in de zoveel tijd geniet ik er heel erg van om een aardige bestelling te plaatsen op Colourpop. Ik ben er gewoon echt oprecht fan van. Ik weet niet of het overkomt in deze video. Waarschijnlijk wel. Maar dit is echt mijn favoriete make-up merk de afgelopen tijd. En I love it. Het is echt geweldig. Ik kan het heel erg aanraden om een keer uit te proberen. Het enige wat dus wel zo is. Als je over die 22 euro gaat. Wat ik altijd doe. Want ik zie altijd heel veel dingen die ik leuk vind. Dan moet je invoerkosten betalen. Maar als je onder die... Zeg maar stel je zou onder die 22 euro blijven. Dan moet je weer aardig wat verzendkosten betalen. Omdat het uit het buitenland moet komen. Dus op zich... Zeg maar, je kan beter wat meer halen, vind ik dan. En die invoerkosten betalen. Maar dat ben ik persoonlijk. Maar deze keer dus niet. Deze keer had ik geen invoerkosten. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat Noël quote. En ik moet zeggen, misschien is dit wel mijn favoriete fanaccount wat is aangemaakt. Ik vind ze allemaal leuk hoor. Maar ik vind dit zo ontzettend tof. Ten eerste... Ik vind het gewoon geniaal dat iemand bijhoudt alle domme opmerkingen die ik zeg in een video. Maar daarnaast heeft het twee beheerders. Twee mensen die geabonneerd op mij zijn en die mijn video's leuk vinden om te kijken. En ik vind dat gewoon zo'n leuk idee dat twee abonnees zeg maar gewoon bevriend zijn geraakt door middel van mijn video's. Ik vind dat echt geweldig. Dus hun hebben samen dit account aangemaakt. Ik moest er gewoon heel erg hard om lachen. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaan posten. Dus vandaag... zijn jullie de shout-out. Wil je nou ook een keer graag voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dus je kan reageren, je kan liken, je kan een fanaccount, fanart. Je kan van alles doen als je me maar opvalt. En wie weet zie je jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat hem vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één op de knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte van wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. Doeg!